Bescherming van steenuiltjes begint bij het inventariseren. Het vroege voorjaar is de beste periode om steenuiltjes op te sporen. Met hun typische roep bakenen ze hun territorium af. Medewerkers van de vogelwerkgroep gaan bij valavond op pad. Het afspelen van geluid kan dan helpen om een reactie uit te lokken. Op die manier krijgen we een goed beeld van waar ze voorkomen en waar niet. Het ideale steenuilbiotoop bestaat uit een kleinschalig landschap met begraasde weilanden en oude bomenrijen, knotwilgen en rommelige schuurtjes. De voorbije decennia is ons platteland echter ingrijpend veranderd. Steenuilen hebben een voorkeur voor boomholte om in te broeden. Maar met het verdwijnen van veel kleine landschapselementen, zoals houtkanten, bomenrijen, oude fruit- en knotbomen, verdwenen ook veel geschikte broedplaatsen voor de uiltjes. Een handje toesteken kan dus zeker geen kwaad. Vrijwilligers van de vogelwerkgroep maakten daarom speciaal voor de steenuil ontworpen nestkasten. Er zijn eenvoudige modellen, maar ook heuse villa's. Ze hingen ze zowel op in schuurtjes als in bomen. Geen eenvoudige klus, maar gelukkig zijn er veel helpende handen. De nestkasten krijgen een nummer en de nodige contactgegevens. Op sommige plekken is een masterbeveiliging aangebracht. Een eenvoudige plastieke buis verhindert deze predatoren om de nestkast binnen te dringen. Elk jaar, in de winter, ondergaan de nestkasten een grondige controle en reiniging. Hier zijn niet alle eieren uitgekomen. Ook de administratie is belangrijk. Alle nestkasten staan op kaart en alle gegevens zijn digitaal verwerkt. Op de site waarnemingen.be staat alle info van de nestkastcontroles netjes geclasseerd. Elk jaar weer kijken we nieuwsgierig uit naar welke nestkasten bewoond zijn en welke paartjes hun kroost kunnen grootbrengen. In juni volgt dan de bekroning van het vele werk en kunnen we de jonge uiltjes ringen. Soms krijgt de buurt een uitnodiging om een ringsessie bij te wonen. Dan is het vrouwke waarschijnlijk. Het kan ook het manneke zijn, maar meestal is dat vrouwke. En dat erbij zit, die houdt nog de wacht. De jongen zijn eigenlijk goed om te ringen. Dus ze zijn redelijk groot, maar ze zijn eigenlijk twee uitbengels. Dat wil zeggen zo 10, 12 jaar. Zowel jong als oud wil de jonge uiltjes eens van dichterbij bekijken. We wegen de jonge uiltjes zeer voorzichtig en voorzien ze nadien van een wetenschappelijke ring. Daarna zetten we ze terug veilig in de kast. Thank you.
Een nestkast openen we telkens zeer voorzichtig om de vogels zo weinig mogelijk te verstoren. Ook de volwassen uil willen we volgen en dus krijgt deze nog een ring om de poot. In deze nestkast huist een kroostrijk gezin. De vier jongen hebben de ideale leeftijd om geringd te worden. Toch ruim 3 weken waarschijnlijk, of zoiets. Door het meten van de vleugels kunnen we de leeftijd beter inschatten. Het gewicht van de jongen geeft een indruk van hun conditie. Het is een unieke ervaring om zo'n uilskuiker eens te kunnen strelen. En ook hier is er aan belangstelling geen gebrek. Vanuit de schuilhut volgen we het jonge gezin nog even. De steenuil is de kleinste uil die in Vlaanderen broedt. Hij is niet veel groter dan een merel. Om de hongerige magen van zijn jongen te vullen, moet hij ook vaak overdag op jacht. Van op uitkijkpunten, zoals weidepaaltjes, speurt hij naar een prooi. Zijn voedsel bestaat onder andere uit kevers, muizen en regenwormen. Na 4 weken verlaten de jongen het nest. Ze vertoeven nog even in de buurt van het nest, omdat op eigen benen staan niet gemakkelijk is. Ze zijn nu extra kwetsbaar, want het gevaar loert overal. Zoals bijvoorbeeld deze nieuwsgierige kat. Naarmate de jongen opgroeien, begeven ze zich steeds verder weg van het nest. En eens ze groot genoeg zijn, is het tijd om hun eigen weg te gaan.